Mogelijke examenvragen KNM. Kennis van de Nederlandse maatschappij. Thema 7. Werk en inkomen. Hoe verdien je geld als zelfstandig ondernemer? A. Je hebt een baan. B. Je krijgt een uitkering. C. Je hebt een eigen bedrijf. C. Je hebt een eigen bedrijf. Waar kunt u het beste werk vinden als u al bij het UWV bent geweest? A. Bij de gemeente. B. Bij het ROC. C. Bij het uitzendbureau. C. Bij het uitzendbureau. Wat kun je doen als je solliciteren moeilijk vindt? A. Een cursus solliciteren gaan doen. B. Heel erg veel sollicitatiebrieven schrijven. C. Iemand anders sollicitatiebrieven laten schrijven. A. Een cursus solliciteren gaan doen. Waar is de personeelsvereniging op uw werk voor? A. Daar kunt u afspreken wanneer u met vakantie gaat. B. Daar kunt u problemen met de leiding bespreken. C. Daar leert u iedereen in het bedrijf kennen. C. Daar leert u iedereen in het bedrijf kennen. Waarom zou u deelnemen aan de ondernemingsraad van het bedrijf waar u werkt? A. U mag dan beslissen wie er wordt aangenomen als er een vacature is. B. U mag over sommige dingen meebeslissen, bijvoorbeeld over werktijden. C. U ziet in de ondernemingsraad veel andere collega's. B. U mag over sommige dingen meebeslissen, bijvoorbeeld over werktijden. Waarom heb je een ondernemingsplan nodig? A. Voor het kopen van een winkel van de gemeente. B. Voor een lening van de bank. C. Voor de Kamer van Koophandel. B. Voor een lening van de bank. Je solliciteert en er wordt gevraagd of je een opleiding wilt volgen. Wat kun je het beste zeggen? A. Ik ben te oud om naar school te gaan. B. Ja, als dat nodig is voor deze baan. C. Nee, dank u. Ik heb al genoeg ervaring. B. Ja, als dat nodig is voor deze baan. Waarom krijgt u het loon niet bruto uitbetaald? A. Alleen werknemers met een Nederlands paspoort krijgen een bruto loon uitbetaald. B. De overheid gebruikt een deel van de bruto lonen voor bijvoorbeeld de AOW-uitgaven. C. Werkgevers betalen hun bedrijfskosten met een deel van de bruto lonen. B. De overheid gebruikt een deel van de bruto lonen voor bijvoorbeeld de AOW-uitgaven. Wat kunt u het beste doen als iemand trakteert op het werk? A. De volgende dag ook iets lekkers meenemen. B. Een hand geven en zeggen: gefeliciteerd. C. Diegene uitnodigen om 's avonds te komen eten. B. Een hand geven en zeggen: gefeliciteerd. Wat kunt u het beste doen als u niet weet hoe een machine op uw werk werkt? A. De uitleg bij de machine eerst goed lezen. B. Heel rustig beginnen met de machine. C. Vragen of een collega het werk wil doen. A. De uitleg bij de machine eerst goed lezen.
U krijgt een instructiebrief van uw baas. Wat kunt u het beste doen? A. U leest de brief en negeert de instructie. B. U leest de brief en volgt de instructie op. C. U gooit de brief weg. B. U leest de brief en volgt de instructie op. De arbodienst is A. Een dienst die zorgt dat werknemers goed en veilig kunnen werken. B. Een dienst die zorgt dat werknemers niet ziek zijn en snel kunnen werken. B. Een dienst die zorgt dat werknemers niet ziek zijn en snel kunnen werken. U bent ziek. Mag u dat doorgeven aan uw collega? A. Ja. B. Nee, ik moet het aan mijn baas doorgeven. B. Nee, ik moet het aan mijn baas doorgeven. U bent ziek. Bent u verplicht om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen? A. Ja, dat moet. B. Nee, dat hoeft niet. A. Ja, dat moet. Moet u op het arbo-formulier opgeven welke dagen van de week u aan het werk bent? A. Ja. B. Nee. A. Ja. Als iemand afwezig is, dan wordt dit bij de mededelingen van de vergadering gezegd. A. Waar. B. Niet waar. A. Waar. Wat betekent Frederica heeft de vergadering geopend? A. Frederica zegt als eerste iets. B. Frederica doet de deur van de vergaderruimte open. C. Frederica begint de vergadering. C. Frederica begint de vergadering. Hoe heet een advertentie voor werk? A. Een vacature. B. Een factuur. A. Een vacature. Het salaris mag niet lager zijn dan het minimumloon. A. Waar. B. Niet waar. A. Waar. Tijdens de proeftijd kun je op elk moment ontslagen worden. A. Waar. B. Niet waar. A. Waar. Hoe noem je het salaris inclusief belastingen en premies? A. Het bruto salaris. B. Het netto salaris. C. Het loon. A. Het bruto salaris. Wat kunt u doen als u wilt meepraten in het bedrijf waar u werkt? A. Lid worden van de ondernemingsraad. B. U hoeft niet lid te worden. Uw mening kunt u altijd geven. A. Lid worden van de ondernemingsraad. Hoe kunt u een feest op uw werk regelen? A. Aan de baas vragen. B. Via de personeelsvereniging. B. Via de personeelsvereniging. Wat doet een vakbond? A. Zorgt voor een CAO. B. Zorgt voor bedrijfsfeestjes. C. Zorgt voor gratis lunch op het werk. A. Zorgt voor een CAO. Uw diploma is niet voldoende voor uw werk. Wat kunt u doen? A. Niets. B. Ander werk zoeken. C.
een opleiding of cursus volgen die bij het werk past. C. Een opleiding of cursus volgen die bij het werk past. Wat is een CV? A. Een curriculum vitae, overzicht van persoonlijke gegevens, opleiding en werkervaring. B. Een collectieve verzekering. A. Een curriculum vitae. U betaalt belasting van uw bruto salaris. Wat doet de overheid met dit geld? A. De overheid gebruikt het voor wegen en bruggen. B. Om de verzekeringen te betalen. C. De overheid betaalt uw pensioen. A. De overheid gebruikt het voor wegen en bruggen. U bent alleenstaand en heeft een kind. U krijgt een bijstandsuitkering. Moet u solliciteren? A. Ja. B. Nee, pas als uw kind ouder is dan 5 jaar. B. Nee, pas als uw kind ouder is dan 5 jaar. Hoeveel uur is part-time? A. 32 uur per week. B. 40 uur per week. C. 50 uur per week. A. 32 uur per week. Hoe krijgt u geld voor een eigen bedrijf? A. Van de gemeente. B. Van de bank. C. Van de Kamer van Koophandel. B. Van de bank. Het salaris en de werktijden staan in de arbeidsvoorwaarden. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Nadat u werkloos bent geworden, kunt u na 6 maanden een WW-uitkering krijgen. A. Waar? B. Niet waar. B. Niet waar. De werkgever geeft de ziekmelding door aan de bedrijfsarts. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? U bent ziek. Wat zegt u als uw baas wil dat u op vrijdag belt? A. Nee, dat ga ik niet doen. B. Ja, dat is goed. B. Ja, dat is goed. Voor uw werk moet u vaak blijven bijleren. Waarom? A. Omdat iedereen op den duur dommer wordt. B. Om het werk te kunnen behouden. B. Om het werk te kunnen behouden. Wat is werkervaring? U vertelt over A. De opleidingen die u gedaan heeft. B. Wat u leuk vindt aan uw werk. C. De banen die u gehad heeft. C. De banen die u gehad heeft. Wat zijn arbeidswensen? A. Wat u belangrijk vindt op uw werk. B. Wat u niet leuk vindt op uw werk. C. Welke opleidingen u gedaan heeft. A. Wat u belangrijk vindt op uw werk. U moet zware tafels verplaatsen op uw werk. Wat kunt u het beste doen? A. Hulp vragen aan een collega. B. Klagen bij de baas. A. Hulp vragen aan een collega.
Tijdens een functioneringsgesprek mag u ideeën aandragen over hoe u uw werk kunt verbeteren. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? Wie betaalt uw salaris als u voor een uitzendbureau werkt? A. De overheid. B. De werkgever. C. Het uitzendbureau. C. Het uitzendbureau. Wat is inkomstenbelasting? A. Belasting die je betaalt over je salaris. B. Belasting die je betaalt voor het ophalen van afval. A. Belasting die je betaalt over je salaris. Als u iets wilt vragen of zeggen tijdens een vergadering, dan geeft u dat aan bij de vaststelling van de agenda. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? Wat betekent u meldt zich ziek? A. U laat weten dat u beter bent. B. U laat weten dat u ziek bent. B. U laat weten dat u ziek bent. Als u een eigen bedrijf hebt, krijgt u een uitkering als u ziek bent? A. Waar? B. Niet waar? B. Niet waar? Wat is een werkoverleg? A. U praat op uw werk over uw baas. B. U praat op uw werk over de werkzaamheden. C. U praat op uw werk over uw functioneren. B. U praat op uw werk over de werkzaamheden. Wat betekent werkhervatting? A. U stopt met uw werk. B. U bent ziek. C. U gaat weer door met uw werk. C. U gaat weer door met uw werk. Wat kunt u het beste zeggen als de bedrijfsarts vraagt wat u deed toen u klachten kreeg? A. Ik ben bij een vriendin op bezoek gegaan. B. Ik ben naar de kapper geweest. C. Ik heb een afspraak met de huisarts gemaakt. C. Ik heb een afspraak met de huisarts gemaakt. Wat is een ziekteprotocol? Dit is een papier waarop A. Alle regels over ziek en beter melden op het werk staan. B. Alle regels staan die u thuis moet opvolgen om niet ziek te worden. A. Alle regels over ziek en beter melden op het werk staan. Wat is ziekteverzuim? A. U heeft een andere afspraak en daarom werkt u niet. B. U bent niet op uw werk omdat u ziek bent. C. U heeft zich verslapen en daarom bent u te laat op uw werk. B. U bent niet op uw werk omdat u ziek bent. U mag een afspraak met een bedrijfsarts weigeren. A. Waar? B. Niet waar? B. Niet waar? Wat zijn werkzaamheden? A. De dingen die u op het werk ziet. B. De dingen die u op het werk doet. C. De dingen die u op het werk wil bespreken. B. De dingen die u op het werk doet. Wie is de baas van de politie in de gemeente? A. De wethouder. B. De minister-president. C. De burgemeester. C.
De burgemeester. Wat is een vergadering? A. Een bijeenkomst voor uw verjaardag. B. Een bijeenkomst voor overleg. B. Een bijeenkomst voor overleg. U werkt tot 4 uur. Wat betekent dit? A. U moet om 4 uur beginnen met werken. B. U bent om 4 uur klaar met werken. B. U bent om 4 uur klaar met werken. De notulen gaan over de vorige vergadering. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Wat is gekwalificeerd personeel? A. Het personeel werkt hard. B. Het personeel werkt veel. C. Het personeel werkt goed en heeft de juiste kwalificaties. C. Het personeel werkt goed en heeft de juiste kwalificaties. U zegt tijdens een sollicitatiegesprek waarom u de baan wil hebben. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Mag je in de pauze van je werk over alles praten? A. Ja. B. Nee, niet over je baas. C. Nee, niet over de koning. A. Ja. Wat is vrijwilligerswerk? A. Werken voor een uitzendbureau. B. Werken zonder salaris. B. Werken zonder salaris. Wat schrijft u op een werkbriefje aan het eind van uw werkdienst? A. Niets. B. U schrijft een mop. C. U schrijft wat u precies gedaan heeft. C. U schrijft wat u precies gedaan heeft. Wat schrijft u in een ondernemingsplan? A. Alles wat uw bedrijf een succes gaat maken. B. Alles over uw werkervaring. C. Alles over uw vrienden. A. Alles wat uw bedrijf een succes gaat maken. Wat is een vaste baan? A. Een baan voor bepaalde tijd. B. Een baan voor onbepaalde tijd. B. Een baan voor onbepaalde tijd. Bij het UWV zijn er veel vacatures. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? U bent arbeidsongeschikt als u niet gezond genoeg bent om te werken. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? U meldt zich ziek voor aanvang van de dienst. Wat betekent dat? A. U meldt zich na het werken ziek. B. U meldt zich voor het werken ziek. B. U meldt zich voor het werken ziek. De jaaropgave is een loonstrook voor een heel jaar. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Wat kunt u het beste zeggen als de bedrijfsarts vraagt waar u last van heeft? A. Van mijn buik. B. Van mijn baas. C. Van mijn collega. A. Van mijn buik. Moet u het laten weten als u niet naar een vergadering kunt komen? A.
Ja. B. Nee. A. Ja. De voorzitter stelt meestal de vergadering op. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Wie of wat staat er op een agenda tijdens een vergadering? A. De onderwerpen die besproken worden. B. De mensen die aanwezig zijn. C. De onderwerpen die tijdens de vorige vergadering besproken zijn. A. De onderwerpen die besproken worden. Wat zijn bedrijfstarieven? A. Speciale prijzen voor bedrijven. B. Speciale kleding voor bedrijven. C. Speciaal eten voor bedrijven. A. Speciale prijzen voor bedrijven. Wat betekent het als iets uw taak is? A. Dan moet u iets doen. B. Dan hoeft u niets te doen. C. Dan gaat u boodschappen doen. A. Dan moet u iets doen. Wat is een rooster? Een lijst. A. Waarop staat wat er moet gebeuren en wie het gaat doen. B. Waarop staat wat er gekocht moet worden en wie dat gaat doen. C. Waarop staat wie er die dag vrij is. A. Waarop staat wat er moet gebeuren en wie het gaat doen. Wat is een belangrijke regel uit de Arbo-wet? A. Iedere werknemer moet veilig kunnen werken. B. Iedere werknemer moet werkkleding dragen. C. Elke werknemer moet werkervaring hebben. A. Iedere werknemer moet veilig kunnen werken. Als u verhinderd bent voor een vergadering, dan betekent dat dat u niet kunt komen. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? U bent ontslagen. Welke uitkering krijgt u? A. AOW. B. Bijstand. C. WW. C. WW. Bij vast werk staat in het contract wanneer het werk stopt. A. Waar? B. Niet waar. B. Niet waar. Hoe kunt u zichzelf voorstellen aan nieuwe collega's? A. U stelt zich kort voor en geeft hen een cadeautje. B. U stelt zich kort voor en praat kort met hen. C. U stelt zich niet voor. U leert ze vanzelf kennen. B. U stelt zich kort voor en praat kort met hen. Welke uitkering krijgt iemand die langer dan 2 jaar ziek is? A. WW. B. WIA. C. Bijstand. B. WIA. Als u solliciteert, moet het bedrijf uw cv hebben. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? U heeft meer kans op een baan als u vrijwilligerswerk doet. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? U heeft recht op vakantiegeld. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Waar schrijft u uw eigen bedrijf in? A. Bij het UWV. B. Bij een bank. C. Bij de Kamer van Koophandel.
C. Bij de Kamer van Koophandel. Als u een WW-uitkering hebt, dan moet u solliciteren. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? U mag vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? Moet u werk zoeken als u een bijstandsuitkering heeft? A. Ja. B. Nee. C. Ja, maar niet als alleenstaande ouder met jonge kinderen, jonger dan 5 jaar. C. Ja, maar niet als alleenstaande ouder met jonge kinderen, jonger dan 5 jaar. Vast werk is werk voor korte tijd. A. Waar? B. Niet waar? B. Niet waar? U betaalt geen belasting over uw werk. Wat moet u doen? A. U hoeft niets te doen. B. U moet een belastingformulier invullen. B. U moet een belastingformulier invullen. Wat zijn functie-eisen? A. De taken die u moet kunnen voor deze baan. B. De taken die u moet leren voor deze baan. A. De taken die u moet kunnen voor deze baan. U krijgt per post of e-mail een arboformulier toegezonden. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? U neemt deel aan een vergadering. Wat betekent dit? A. U bereidt de vergadering voor. B. U bent niet aanwezig. C. U doet mee aan de vergadering. C. U doet mee aan de vergadering. Wanneer een bedrijfsarts bij u aan de deur komt, dan moet u hem binnenlaten. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? Een zieke werknemer is verplicht het aangepaste werk van de werkgever uit te voeren. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? U mag zelf weten wanneer u een arboformulier terugstuurt. A. Waar? B. Niet waar? B. Niet waar? Wat is de belangrijkste verzekering voor werknemers? A. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. B. Brandverzekering. A. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat betekent: u moet de werkgever informatie verschaffen. A. U moet informatie geven. B. U moet informatie vragen. A. U moet informatie geven. Waar kunt u een sollicitatiecursus volgen? A. Bij het uitzendbureau. B. Bij de gemeente. C. Bij het UWV. C. Bij het UWV. Wat is een belangrijke eis van de werkgever? A. U moet de Nederlandse taal spreken. B. U moet een auto hebben. C. U moet 60 uur per week kunnen werken. A. U moet de Nederlandse taal spreken. Bij de opening van een vergadering wordt meteen besloten wanneer de volgende vergadering is. A. Waar? B. Niet waar? A. Waar? Wat staat er op uw salarisstrook? A. Het geld waarvoor u werkt. B.
Het geld dat u op de bank heeft staan. C. Het geld dat de bank u geeft. A. Het geld waarvoor u werkt. Een zakelijke bespreking is een gesprek over zaken op uw werk. A. Waar? B. Niet waar. A. Waar? Dit waren de vragen die horen bij thema 7, werk en inkomen. Heel veel succes!